Mijn beste vrienden, waar u zich ook mag bevinden op de wereld. Het is vandaag 8 april 2024. En als het even kan, laten we geen dag voorbij gaan om u toe te spreken, want u bent ons dierbaar. Wij verkeren vandaag in een, ja, toch wel lastige situatie binnen de familie. Maar wij zijn verplicht om over te gaan tot de orde van de dag. En dat zult u ook moeten wanneer het aan uw deur is. En daarom, zonder om u te belasten met onze zorgen, hebben we vanmorgen een vraag voor u. En ja, misschien is dat ook een manier om u te belasten met onze zorgen, maar dan meer in het algemeen. De vraag is, stel dat u moet kiezen tussen ontwikkeling en vooruitgang en tussen vernietiging van land en volk. Wat is uw keuze?